Donderdagavond was er in Dag Niethof een benefietavond voor het Toon Hermanshuis. Regio TV Tiel was erbij en maakte de volgende impressie. De smaak van het leven hebben we het genoemd, deze voorstelling. Want ja, je kunt het leven zien als een rijke dis. Gedurende de jaren komt er van alles aan lekkers voorbij. Maar het kan ook heel bitter smaken, dat leven. Want wat nu als je een onheilstijding krijgt, als je een bericht krijgt van ziekte, van de dood, misschien zelfs van kanker. Nou, het Toon Hermanshuis in Tiel ontvangt en omringt mensen die daarmee te maken hebben of ermee te maken gehad hebben. En daarom is deze benefietavond bedacht om geld bij elkaar te halen, zodat ze in Tiel dat goede werk kunnen blijven doen. Het Toon Hermanshuis biedt u vanavond een avond vol verhalen en muziek. En in die verschillende optredens gaat u de smaak van het leven zien. Zoet, zuur en soms zelfs bitter. Die je alle warmte geeft, alles met je doet, alles met je deelt, maar het belangrijkste, die met je feest. Het mooiste in je leven, dat zijn je vrienden. Je deelt met hun een lach en elke traan. Als ik hier en nu door de straat loop te lopen, door die lege stad die ooit de jouwe ook was, en langs het theater dat nu is gesloten, hoe lijkt het of ik jou zie? Keuken van Buren, een bijzondere avond vanavond. Heel bijzonder, ja. Dat is eigenlijk heel moeilijk in woorden uit te brengen. Ja, maar ik denk, we kwamen net allemaal van het podium af en er zijn zoveel verschillende disciplines. En we kwamen allemaal samen, zo ook met het publiek, voor iets wat, wat iedereen toch wel op een bepaalde manier raakt. Jezelf of iemand om je heen. En dan om daar met z'n allen even bij te staan en mensen uit allerlei verschillende walks of life, zullen we maar zeggen, en disciplines. Is heel, ja, tuurlijk, het is heel bijzonder en heel fijn om daar deel van uit te maken. Het was een avond, een benefietavond van het Toon Hermanshuis hier in Tiel. Een hele hoop disciplines die bij elkaar kwamen. Was het snel duidelijk wat jij zou gaan zingen? Ja, eigenlijk wel. Maar dat had de organisatie eigenlijk al voor mij bedacht. Dus dat was makkelijk deze keer. En ik vond het zelf heel erg passend. Het is een lied wat mijn vader geschreven heeft voor een streekmusical. Die we in dit theater hebben uitgevoerd. En ik was daar toen ook deel van. En ik heb dat eigenlijk voor het allerlaatst gezongen. Een jaar voordat hij stierf met hem. Dus dat is nou 5 jaar geleden of zo, bijna. 4, 5 jaar geleden. Dus het is heel bijzonder om dat weer in deze plek weer eens een keer te mogen en kunnen doen. Het was heel, heel bijzonder. En wat voor gevoel sta je met die wetenschap, met die bagage? Wat gevoel sta je dan hier op het podium? Een heel warm gevoel. Dat is eigenlijk het enige woord dat zo bij me opkomt. Kijk, als iemand sterft, dan is dat natuurlijk heel erg pijnlijk. Maar als je heel erg veel van iemand hebt gehouden, dan is dat ook eigenlijk heel mooi. En hoe meer pijn, hoe meer liefde, hoe meer pijn. Dus, en dat is nu een tijdje geleden, maar los van mijn vader alleen. Kijk, dit is een plek die ik met hem heel erg deelde. Maar iedereen heeft zo wel zo'n gevoel. En ik denk dat het heel belangrijk is. Ja, natuurlijk is daar pijn en angst en alles wat daarbij komt.
Maar het is zo warm en dan kan muziek kan zo helpen. En dat is, ja, dat is eigenlijk het enige woord wat ik eraan kan geven. En hoe ging het nummer? Weet ik niet. Geen idee. Maakt ook niet uit. Het zijn zo van die momenten. Dan is het gewoon een moment. Ik heb absoluut geen idee. Dus en daar gaat het ook helemaal niet om. Ik hoop alleen maar dat de boodschap en het gevoel dat ik dat met de mensen heb kunnen delen. En ja, dan mogen de mensen dat zelf beslissen. Hoe was het om weer even terug te zijn in Tiel? Te gek.